Wat ik ook kan vertellen over dit kantoor is, ik heb een 3-verdiepingen kantoor. Ik weet het, het klinkt freaking insane. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Het is vandaag eindelijk zover. Vandaag gaan wij een kijkje nemen in mijn nieuwe gebouw. Ik ga met jullie natuurlijk langs de lobby, langs de verdiepingen, noem het eigenlijk allemaal maar op. Mocht je er weer zin in hebben, klik natuurlijk vast eventjes een like aan. Ik ben erg benieuwd hoeveel likes we kunnen halen op deze video. En ja, we gaan vandaag gewoon een soort van tour doen door mijn nieuwe gebouw heen. We gaan natuurlijk even de lobby's bekijken, welke zijn verdiepingen bekijken. Gewoon het gebouw zelf eventjes wat dingetjes over kijken. Misschien nog wel een aantal dingen vertellen. Dus ja, mocht je er zin in hebben, wat ik al zei, klik even like aan. Ga erover zitten en geniet. Dit gebouw vind ik een van de mooiste gebouwen die er staat. God, Duby, die is eigen gebouw. Klopt, ik moet zeggen dat zwarte gebouw, dat vind ik ook erg mooi. Maar dit is toch wel een gebouw wat toch wel wat uitstraalt. Er zit veel glas in. Het is een raar patroon wat erop zit. En dat moet ik zeggen, dat sprak me heel erg aan. Ik vind het ook echt een heel mooi gebouw. Duffy, het is maar een gebouw. Ik weet het, maar het is toch, weet je, het is toch je werkplek wat dat betreft. En zoals je kan zien, dit hier is een soort van eruit gehakt als het ware met glas. En ja, dit is insane. Het is ook ontiegelijk hoog. Het is wel een van de gebouwen die zeg maar de skyline van Cosmopolitan aantikt. In de zin van, weet je wel, een hoog gebouw. Kijk, dit is dan bijvoorbeeld de parkeergarage. Ik zei van, jongens, ik heb een mooi gebouw. Ik wil een parkeergarage erbij. Waarom? Ik bedoel, mijn werknemers of gasten, wat dan ook, die moeten wel net hun auto kwijt kunnen. Dus boom. Er is hier gewoon even een parkeergarage waar iedereen hun dingen kwijt kan. Ik ga natuurlijk zorgen dat ik hier natuurlijk een ereplekje heb. Maar dat komt allemaal wel goed, weet je. We komen hier niet voor de parkeergarage. Nee, we komen hier daadwerkelijk, terwijl hier ook een immens groot gebouw staat. We komen hier voor mijn mooie gebouw. Goed, dit is namelijk de lobby van mijn gebouw. Op zich vrij simpel, maar het straalt wel wat uit. Hè? Je ziet al die kwart, je ziet al wat goud, je ziet een kroonluchten. Dus dat straalt wel uit van, oké, het is wel een erg net gebouw. Dat is iets wat ik natuurlijk graag wil uitstralen. Natuurlijk als je binnenkomt en je moet even wachten, kan je natuurlijk gewoon even lekker hier gaan zitten. Vrijwel een hele rustige lobby. Waarom? Het is maar een lobby. En weet je, er gebeurt niet heel veel. Natuurlijk twee balies, waar het al 6 mensen aan het werk kunnen. Dus stel het zou ontiegelijk druk zijn hier, dan heeft eigenlijk iedereen, ja, kan gewoon geholpen worden. Ik wil niet zeggen dat er altijd 6 mensen aanwezig zullen zijn. Het is natuurlijk behoorlijk duur, wil ik dat allemaal gaan financieren. Maar het is natuurlijk wel zo van, weet je, er moet natuurlijk genoeg ruimte zijn. Stel er is een keer een computer kapot, wat dan ook, dan moet je natuurlijk wel kunnen switchen van kantjes om alles gewoon werkende te houden. Nou, natuurlijk hier een pinautomaat. Logisch, groot gebouw, kan je gewoon ook een beetje geld pinnen. Waarom ook niet? Nou, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. De lobby, het is verder niet zo heel veel meer dan dit. En waarom? Ja, het is eigenlijk ook niet meer nodig. Je komt hier van, goedemiddag, ik had een afspraak met bla bla bla. En als het daadwerkelijk in de computer staat, word je natuurlijk doorgelaten. En dan kan je natuurlijk naar je afspraak toe gaan. Je kan natuurlijk ook komen een afspraak te maken. En ja, wat dat betreft moet het volgens mij allemaal wel goed gaan komen hier. Als je ook wordt doorgelaten, dan ga je natuurlijk gewoon door deze deur. Dan kom je uit in het trappenhuis. Ik weet niet of ik deze deur nog ga beveiligen. Dat zou ik natuurlijk kunnen doen, hè. Dus dat daar een iron door komt die ik of een van mijn werknemers alleen maar kan openen dat je door kan. Maar wat ik natuurlijk ook kan doen is aan deze kant nog even een camera hierop zetten. En meteen als je binnenkomt zullen ook nog wel een extra aantal camera's komen. En eigenlijk sta je daar gewoon meteen op camera. Dus je bent dan meteen eigenlijk in zicht. Goed, als je natuurlijk hier aan het werk bent, dan is dit niet je enige uitgang. Je kan ook via hier, via de achterkant in het traphuis uitkomen. Is dat heel speciaal? Nee, niet echt. Maar het kan. En wat dat betreft, ach, het is makkelijk. Goed, als je eenmaal in het traphuis bent aangekomen, moet je een behoorlijke klimmer maken, want er is hier nog geen lift. En geloof me, dit gebouw is groot als je alles met de voet moet doen. Maar ja, als je gewoon moet lopen, het is een behoorlijk groot gebouw, maar het is te doen. Kijk, ik heb natuurlijk het recht om bij elk kantoor naar binnen te lopen, want dit is allemaal van mij. Natuurlijk, als gewoon persoon zijn, dan kan je niet eigenlijk overal maar naar binnen lopen. Hier komt denk ik nog wel een deur voor. Maar ik mag overal naar binnen lopen. En dit is in ieder geval de afdeling van Graydale en Rolandia en Graydale. En wat hier eigenlijk is gebeurd in dit gebouw is, elk Mindtopia stadje, of in ieder geval stadje, heeft hier zijn eigen afdeling. Op deze twee na natuurlijk. Dit zijn natuurlijk twee steden. Ik wil niet zeggen dat ze minder zijn, absoluut niet. Het zijn twee hele mooie steden. Alleen omdat ze, naar mijn idee, hè, hoe ik het denk ik ga inzien, wat kleiner is, heb ik zoiets van, deze twee zouden best een verdieping met z'n twee kunnen delen. Zoals ik ook kan zien, dit is een heel erg, ja, normaal kantoor wat dat betreft. Hier en daar een computertje. Dus hier zou iemand kunnen zitten van Rolandia. Hier van Graydale. Kan hier nog een extra werknemer zitten. Daar nog een extra werknemer zitten. Hier kan je een bespreking houden. En zoals je ook kan zien, hier zijn gewoon camera's aanwezig op kantoor. Daar. Eigenlijk elke hoek is wel een camera aanwezig. Dat je eigenlijk altijd in zicht bent wat hier ook maar gaat gebeuren. Want dit is natuurlijk best wel een statig gebouw en een belangrijk gebouw. Dus dat is wel belangrijk dat hier alles goed in de gaten wordt gehouden. Dan gaan we naar de volgende verdieping. En wat ook leuk is trouwens aan dit gebouw, aan elk elk kantoor is anders. Dit is van Industrial. Even weer een hele andere inrichting. Holy shit, mijn helikopter staat er zelfs al.
Ik zie hem nu voor de eerste keer gewoon een helikopter staan. Ik wist niet dat hij er stond, maar fucking evies. In ieder geval, dit is industrial. Hier zit gewoon één persoon, dus stel de baas, sorry, bewijs van hier zitten, hè, aan een mooi groot kantoor, een mooi overzicht over het hele gebeuren. Misschien daar wel een receptioniste zitten, kan maar zo. Daar heb je allemaal werknemers aan het werk die bankzaken doen, die achter vrouwen aangaan, noem het eigenlijk allemaal maar op. Wat dat betreft ook wel een vrij strak en normaal kantoor, maar het is gewoon iets om hard te werken. En je hebt hier natuurlijk dan nog even een soort van chill lounge waar je gewoon even rustig kan bijkomen naar het werken of als je pauze hebt. En je hebt natuurlijk een niet verkeerd uitzicht op een aantal mooie huizen. Ik zie dat hier nog geen camera's hangen, maar wat het bouwbedrijf me ook vertelde van, weet je, we hebben niet alles in één keer kunnen leveren. Alle leveringen die komen nog aan, er is natuurlijk heel veel besteld. Het komt allemaal goed. Het gebouw is natuurlijk ook nu niet open. Maar ik mag het natuurlijk nu al wel laten zien. Dus weet je, qua security is het nu nog niet 100%. Maar dat gaat wel komen. Even kijken, we zijn hier in Heratopia. Dit is ook weer een heel ander kantoor. Hier heb je heel veel opslag. Dus ik weet niet wat er in Heratopia gaande is. Waarschijnlijk heel veel informatie daar te vinden, denk ik. En wat dat betreft ook wel weer. Ik moet wel zeggen, heel veel computers hier. Holy shit, ik zie ineens al die kisten daar. Hè, dus daar kan heel veel spullen in. Al deze computers hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dat zijn er al 10. Dat zijn er al 14, 15 computers. Holy shit. Ik weet niet wat ze van plan zijn daar. Maar het is niet niks. Nu heb je natuurlijk een mooie eetplek. Dat chill plekje daar. Hier kan van mij nog een receptioniste zelf zitten. Like what the freaking hell. Dit is al een immens kantoor natuurlijk. Hoe hoger je gaat, hoe mooier het uitzicht ook wordt. Terwijl ik ondertussen even een slokje neem van de cappuccino. Dat is ook belangrijk, hè? Even drinken tussen de video's door. Doe je het zelf ook, waarom niet? Hey, drink smakelijk. Ik weet niet of het een woord is, maar vanaf nu wel. Mocht je het leuk vinden, mensen, vergeet natuurlijk niet even om een like aan te klikken. Dan gaan we hier naar de afdeling van Wasteland. Natuurlijk ook weer een compleet ander kantoor. Ruim, ja. Ook weer veel computers. Nou, op zich wel wat minder, maar hier toch even vier op een rij. Je zouden misschien stagiaires kunnen werken. Of mensen die net nieuws die de baas zeg maar, onder zijn hoede hebben. Kan je gewoon hier aan het werk. Wordt goed in de gaten gehouden. Hier natuurlijk ook weer een tafeltje waar je wat kan bespreken. En wat hebben we hier voor geheime ruimte? Dus even spieken. We hebben hier een soort van... Ja, wat moet dit zijn? Een presentatiehokje misschien? Dat is wel heel klein. Ik weet niet wat dit moet voorstellen. In ieder geval nog een extra hokje. En hier een soort van... Ja, toch wel weer een soort van chill lounge. Je kan hier rustig zitten. Je kan een boekje lezen. En natuurlijk de camera's, want je wordt gewoon in de raad gehouden in dit gebouw. Dit is een... Ja, laat ik zo zeggen. Als je op je privacy gesteld bent, dan ben je dit gebouw helemaal verkeerd. Weet je, dit gebouw heeft alles behalve privacy... En ja, dat moet je gewoon accepteren. Nee, het is heel vervelend misschien, maar je moet accepteren. Dit gebouw heeft geen privacy. Je wordt hier gewoon vol in de gaten gehouden. Tenzij natuurlijk jouw baas de kamers op dat moment uitzet. Maar ja, ik zou niet weten waarom. Aangekomen in het kantoor van Malibu. Wat moet ik zeggen over Malibu? Ik bedoel, Malibu weten we allemaal wat David ook heeft gezegd. Dat is een zeer, zeer, zeer exclusief gebeuren. Zie je ook eigenlijk meteen aan de bouwstijl. Ik bedoel... Deze pilaar alleen al, het goud. Dat is trouwens wel iets opvallends. Hier zijn zo, maar ook echt zo ontiegelijk veel camera's. Dat is niet normaal, let op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat zijn gewoon 8 en daar zijn 9 die je gewoon meteen eigenlijk ziet als je binnenkomt lopen. De brand hier niet veel licht, waarom dit nu op dit moment nog niet in gebruik. Het is ook gewoon niet nodig, maar ik moet wel zeggen, dit is wel een van de mooiste kantoren die we hebben in dit pand. En ook een van de best beveiligde kantoren. Maar het is op zich best wel logisch, want Malibu dat is best wel een heel exclusief iets. En dat moet natuurlijk zeer, zeer, zeer goed in de gaten gehouden worden. Hier, Sunnyvale. Ik heb Sunnyvale ook een verdieping gegeven. Oké, het is natuurlijk wel een beetje concurrent geweest van Mytopia. Maar hey, ik ga ze natuurlijk niet minder doen door ze hier geen verdieping te geven. Dat zou heel dom zijn. Hier hebben ze een mooie opslagplek. Natuurlijk ook weer een zwaar beveiligd opslagplek. Je kan eigenlijk niks uitvoeren. En je bent gewoon in de gaten gehouden. Sunnyvale heeft trouwens wel ook weer heel erg veel computers. Dus ze kunnen hier heel veel mensen aan het werk hebben. Een hele grote besprekingtafel, eettafel, zoiets. Ze hebben zelfs een kleine boom in hun gebouw. Waarom ook niet, weet je. Sky's the limit, zeg ik altijd zo. Een soort van receptieachtig iets. En hier nog een soort van chill ruimte, wat dan ook. Moet zeggen, leuk kantoor. Ook weer iets totaal anders. Het uitzicht daarentegen. Je zit ook behoorlijk hoog als je kijkt naar dat soort gebouwen. Maar ik moet zeggen, het is ook een mooi, vooral rustgevend kantoortje. En ja, muziek op de achtergrond. En ik denk dat je hier heerlijk aan het werk kan. Zullen we misschien wel merken, komen we nu natuurlijk uit bij Sunnyvale. We gaan steeds verder nu naar boven toe. Als het goed is, komen we dan nu denk ik uit bij Mindtopia. Kijk eens aan, Mindtopia. Dit is, ik wou zeggen van mij, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik ben niet een burgemeester of een noem het eigenlijk allemaal op. Maar dit is, Mindtopia voelt toch een beetje als van mij in de zin van, als ex-bankdirecteur zijnde. Hier zou Sandy waarschijnlijk af en toe te vinden zijn. Dit is haar extra kantoor. Ze kan hier gewoon aan het werk, ze kan hier extra werknemers neerzetten.
En wat ik mooi vind aan dit kantoor, ja, hoe gek het ook klinkt, natuurlijk het heeft een aantal verdiepingen. Alleen het Mindtopia kantoor is heel erg normaal gebleven en heel erg basic gebleven. En waarom vind ik dat zo mooi? Omdat Mindtopia zelf bij de bank, ik heb het ook eigenlijk altijd basic gelaten. Ik bedoel, er is ontierlijk veel geld binnengekomen. Dat geld is gewoon netjes op de rekening gebleven. Er zijn geen hele gekke aankopen mee gedaan. Er is een heel nieuw bankgebouw. Wat nou kan ik natuurlijk nu wel doen als ik dat zou willen. Maar voor de rest weet je natuurlijk, ik zelf als bankdirecteur heb een... Toen is de bankdirecteur, nu natuurlijk minister van Financiën, heb ik een extreem grote villa laten bouwen. Maar goed, dat is allemaal gewoon eerlijk verdiend geld. En dat is niet van door fraude of wat dan ook. En wat dat betreft, ja, dat maakt toch wel heel vet. En dat vind ik heel vet dus aan het Mytopia kantoor. Het is gewoon normaal gebleven, ondanks dat het ontiegelijk veel geld in omgaat. Hier Qtraxia, waarom zit Qtraxia zo hoog? Want hoe hoger je gaat natuurlijk, hoe meer waarde slash rijkdom je eigenlijk hebt. Maar Qtraxia zit hier, omdat Qtraxia is natuurlijk het beginstadje. Dus kort wat gaat die zijn, er gaan hier heel veel mensen dingen over hebben. Dus het gaat hier ontiegelijk druk zijn. En wat dat betreft zal je ook best wel veel geld in omloop zijn. En daarom hebben ze best wel een hoge functie hier gekregen in dit gebouw. Zoals je kan zien, het uitzicht hier is echt ook al bizar. Zoals ik al zei, weet je, we gaan steeds hoger en we komen echt met de skyline uit van Cosmopolitan. Hier zou denk ik Nino of Dwight zou hier best wel vaak aanwezig zullen zijn. Natuurlijk gewoon een kantoortje daar. Wel behoorlijk basic ook gelaten, hier twee computers maar. Hier kan dan de persoon zelf zitten, wat op zich logisch is. En dan hebben ze nog eens een keer hierboven, wat ik heel vet vind, een vergaderruimte. Met muziek erbij, of in ieder geval stereo-installatie, voor het geval dat je duidelijk gemaakt moet worden qua... een bespreking, wat dan ook. En ja, netjes stoelen, mooie tafel. En ja, dan moet het voor me ook wel maar goed gaan komen hier. Dit is natuurlijk Qtraxia. En dan gaan we nu natuurlijk naar mijn kantoor toe. Dit is natuurlijk allemaal ingedeeld voor de mensen hier. En nu vraag je je af, ja maar Duffy, waar is Cosmopolitan dan? Hè? Het gebouw van Cosmopolitan gebeuren. Dat beheer ik als het ware, weet je wel. Ik bedoel, dit is natuurlijk mijn gebouw midden in Cosmopolitan. En we gaan nu eigenlijk naar mijn verdieping toe, waarin ik ook een beetje dat soort dingen ga doen. Wanneer hier iemand bij de bank is, die heeft natuurlijk gewoon, kan hier bij mij aan het werk zijn, die kan hier aanwezig zijn. En dit is toch wel echt iets wat echt luxe is. Zoals je kan zien, kantoor Duffy 13, dit is gewoon mijn kantoor. En wat ik ook kan vertellen over dit kantoor is, ik heb een 3-verdiepingen kantoor. Ik weet het, het klinkt freaking insane. Je komt hier binnen en wat je hier eigenlijk hebt is mijn receptionist. Die zou hier zitten en voor een afspraak wat nodig. Ga je hier natuurlijk terecht en dan zou je zeggen, nou ga maar even zitten. Dan moet je net zo lang wachten tot je eigenlijk wordt geroepen om door te lopen naar de afspraak. Zoals je ook kan zien, je komt er niet in. Want dit moet gedaan worden door de receptionisten. Dus het is gewoon onmogelijk om mij eigenlijk zomaar te betreden. Dus wat dat betreft, de beveiliging hierboven in het gebouw is behoorlijk hoog. Dit is natuurlijk van de receptionisten. Allemaal opslag kan hier kwijt. Wat heel vet ook hierachter is, is natuurlijk dat we hier een klein keukentje hebben. Hey, we willen natuurlijk ook allemaal lekker eten hebben. Dus ja, hey, waarom niet? We kunnen hier gewoon lekker eten koken. We hebben hier natuurlijk een wc, zoals je wel ziet. Hoppatee, moet natuurlijk ook gebeuren, hè? Naar de wc gaan. En wij kunnen natuurlijk gewoon naar binnen. Zoals je hier kan zien, kijk, je kan hem hier open en dicht maken. En dat kan gewoon niet vanaf die kant. Dus kortom, als je naar binnen wil, moet je echt een afspraak hebben. Goed, dan kunnen we hier naar links en rechts. We gaan eerst even naar links toe. Want als het goed is, komen we dan uit op de vergaderruimte. Kijk eens aan, dit is de vergaderruimte. Zoals je kan zien, dit is gewoon een hele mooie vergaderruimte. Ik bedoel, een mooie grote tafel. Stel, ik kan er gewoon aan het hoofd zitten. Kunnen hier een aantal mensen bij, moeten een aantal stoelen bij worden geschoven. Dan kan het geen enkel probleem. Hier kunnen nog een aantal mensen aan het werk zitten van Cosmopolitan. Die kunnen hier gewoon aan het werk. Op zich vrij lekker rustig, weet je. Als je hier gewoon zit, je hebt een mooi uitzicht. Je zit rustig hier aan het werk. Dus wat dat betreft is het allemaal lekker over nagedacht. Zoals je hier al ziet, dan gaat hier ook weer een trap naar boven toe. Onmogelijk om via hier daar te komen. Dus je moet daarvoor helemaal terug. En ja, dat gaat natuurlijk naar mijn eigen kantoor. Naar het eindkantoor van deze eindbaas. Want ja, hey. Ik heb natuurlijk 3 verdiepingen. En ik heb natuurlijk 1 verdieping is natuurlijk helemaal van mijn kantoor. En de rest is gewoon natuurlijk voor Cosmopolitan een beetje bedoeld. En kijk eens aan. We zijn inmiddels aangekomen op mijn kantoor. Zoals je kan zien, een mooie gouden armorstand. Straalt natuurlijk al rijkdom uit. Een vloer met goud erin. En met quartz en sea lantern. Like, what the freaking hell. Ja, wat moet ik zeggen? Ik vind het echt episch. Zoals je hier kan zien, dit is mijn bureau. Je ziet hier een klein poppetje van mij. En van mijn favoriete Turk hebben we hier ook een klein poppetje staan. In ieder geval, dit is mijn kantoor. Hier kan ik lekker aan het werk. Kan ik allemaal administratie kwijt in deze kist. Mijn computer hier, mijn mooie bureau. Hier zou natuurlijk iemand, hè, als je een vraag hebt, wat nou kunnen ze hier gaan zitten? Zo tegenover elkaar, zo kunnen ze met me praten, wat dan ook. En als ik zeg, weet je, wacht maar even, ga maar even zitten, ik ben nog even bezig. Kan je gewoon lekker hier gerust gaan zitten. Dure bank is natuurlijk van quartz en het uitzicht daarentegen kunnen wij vanaf deze kant nu bijna niet zien. Maar dat maakt op dit moment helemaal niet uit. In ieder geval, dit is dus mijn kantoor. Ook een mooi hoog kantoor, hè, een hoog dak, dus dat is ook altijd wel heel erg fijn. Ontiegelijk veel camera's, als je misschien al wel meteen ziet waarom. Ik wil het gewoon zwaar bewaakt hebben. Ga ik dit laten zien of niet? We doen het gewoon.
dit is mijn beveiligingscamera. Hier gaat mijn beveiliger zitten die hier alle schermen heeft. Dus die kan eigenlijk zo van schakelen, klik, klik, klik. Tussen camera's kan hij elke verdieping in de gaten houden. Natuurlijk vanaf de lobby tot aan mij gebeuren. En wat hierboven zit, dat hou ik nog eventjes geheim. Of ik dat ooit ga laten zien, ik weet het niet. Maar ik zou zeggen, gok maar lekker wat daarboven kan zitten. Maar dit is eigenlijk een beetje mijn hele mooie epische gebouw, mensen. Ik ben er zelf echt enorm tevreden over. Maar ja, mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mytopia. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop jullie te komen de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later, mensen.